Ajax A1 en PSV A1 samen geëindigd aan kop van de competitie. En daarom vanavond hier in de Jensvesting de beslissingswedstrijd voor het landskampioenschap van Nederland. Nouri, goede paas. Dani de Wit. Elie Drissi. Naar Dolberg. Die komt wel voor zijn man. Komt niet tot koppen. Dani de Wit. Dolberg, geen buitenspel. En dan is daar Dani de Wit met de eerste goede kans. Een mooie combinatie met Kasper Dolberg. En na 2 minuten is de eerste kans van de wedstrijd voor Ajax voor Dani de Wit. Het is goed gevoetbald van PSV. Rommens. Konings. Lammers. Meegeven weer aan Konings. En daar is de Lange te laat. Maar niet geraakt. Geen overtreding van Jeffrey de Lange op Joey Konings. De Lange was wel te laat. En zal opgelucht ademhalen. Leon Bergsma die mee naar voren gaat. De corner vanaf deze kant van Nouri. Goeie corner, daar is Bergsma, maar hij raakt hem niet. Stond daar helemaal vrij om in te tikken, Leon Bergsma. Ferret. Rigo kan schieten, heeft ruimte. En de Lange met moeite. Het afstandsschot van Dante Rigo. Eiting. Dekker. Als Ajax dit snel uitspeelt, is het even 4-3. Maar PSV komt snel terug. Nouri. Hakje. Dolberg. Dolberg. Maar zijn schot gekraakt. Dan blijft die jongen Nouri met het hakje. En Van Os. Gevaar voor het doel van PSV. En Nouri die het probeert met een hakje. Maar Van Os die niet verrast wordt. Paas naar Konings. Geen buitenspel. Konings duikt op voor de Lange. Maar Pleuten zit ertussen. Maar de rebound voor Konings is alsnog een hele grote kans. Ajax ontsnapt. De corner. 4 minuten voor de rust. Die wordt ingekopt. Maar gaat voorlangs. De kopbal van Ferret. Eiting. Goed vrijgespeeld. Goede paas van Bleuten. Eiting. Dekker. Die heeft ruimte. Dan komt de voorzet daar. En de kopbal gaat net voorlangs. De grootste kans voor Ajax. Voor Dani de Wit. Nouri dus wel vanavond erbij. Geen Tjerny en Van de Beek. Die ook geregeld meededen. Onder andere in de Youth League. En in topwedstrijden in de competitie. Maar zij hebben dit seizoen te veel wedstrijden gespeeld met Ajax 1 en Jong Ajax. En daarom niet meer in aanmerking. Terwijl het Dolberg even de trucendoos opengooit. Wat dolt met de tegenstander. Dan vervolgens naar de grond wordt gehaald. En een mooie positie voor een vrije trap. Koppers mee naar voren. Nouri, die bal kan verlengd worden, maar gaat er in één keer in. Het is het doelpunt van Abdallah Nouri. Niemand zit er nog aan. En Nouri springt in de armen bij Gerry Vink. En zet Ajax in de 55e minuut op voorsprong. Het is de manier hoe je dit soort vrije trappen moet nemen. Draai ze in bij de tweede paal. Als iemand hem aanraakt is het gevaarlijk. En als niemand hem aanraakt zit hij erin. En zo bewijst hij zijn waarde. Abdallah Nouri. Dekker. Mooi verdedigd door Abels. Artistiek, maar hij komt wel slecht terecht. En dus is Dekker nu vrij. Dekker, Eiting sluit aan. Dekker naar de rechter, maar voorlangs. Had daar ruimte om in te krullen. Hij profiteert bijna van de pijn bij Dirk Abels. Ferret. Ferret, Lammers. Lammers kan schieten en de redding van de Lange. Daar is de rebound, maar die gaat voorlangs. Laatste minuut, officiële speeltijd. Waarin PSV misschien nog iets kan doen. Maar de bal is aan de andere kant. Bij Nouri. Nouri die waarschijnlijk de matchwinner gaat worden. Nouri tegen het lichaam op. Geen hands. Bleuten. Ramt die bal naar voren. Het is wachten op het laatste fluitsignaal van Schaper. En het maakt
Die pijnlijke, pijnlijke verspilling van de titel. Misschien een klein beetje goed. Het zal de pijn iets verzachten bij de Ajax supporters. Zeefuik. Deze bal is buitenspel. En dus gaat dit niet door. Hier is het eindsignaal. Ajax is landskampioen. Voor de derde keer op rij. Ajax A1. De beste van Nederland. Voor de vijfde keer in de laatste 6 jaar. Groot Ajax zich tot kampioen van Nederland. De teleurstelling bij PSV. Het feest bij Ajax. Het feest op de tribunes. En daar gaan nu ook de Ajaxiden naartoe. Om het feestje te vieren met de meegereisde fans hier in Emmen. Het was een wedstrijd waar heel veel druk op stond. Maar de Ajaxiden hebben het uitstekend gedaan. Een verdiende zege op PSV. Het is de beste van Nederland. En het pakt dus ook dat ticket van de Youth League, waar zoveel om te doen was.